ruimte genoeg op je schijf, dus wat maakt het uit als je hetzelfde bestand op twee plaatsen hebt staan? Of op nog wat meer plaatsen. Maar om overzicht te houden kan het geen kwaad om zo af en toe op zoek te gaan naar dubbele bestanden en de bezem erdoor te halen. Dat kan bijvoorbeeld met DubScout. Hoe je deze free software kunt gebruiken zie je in deze how-to. Je surft naar dubscout.com. Hier klik je op Downloads. Hier kies je een gratis versie. Het programma wordt geïnstalleerd, waarbij de voorwaarden geaccepteerd moeten worden. Hier kun je ook system files laten toevoegen, maar ik kies daar niet voor. Het programma is geopend. Er zijn nogal wat mogelijkheden. In deze how-to bekijken we een voorbeeld waaruit de werking van het programma duidelijk wordt. Hier zie je de standaardmap waarin naar dubbele bestanden wordt gezocht. Maar die kun je aanpassen als je een zoekactie laat uitvoeren. Daarbij kun je Wizard gebruiken via deze knop. Je ziet dat je kunt laten zoeken naar dubbele bestanden van bepaalde type files of bijvoorbeeld op gemaakt of gewijzigd tijdstip. Ik gebruik de bovenste optie, waarbij ik opmerk dat ik niet de hele computer ga doorzoeken, maar het gelukkig mogelijk is vervolgens een map op te geven. In dit venster kun je via de plus mappen toevoegen, maar via de knop eronder de invoermap wijzigen. Zorg ervoor dat deze is geselecteerd en dubbelklik op de map. Via de puntjes geef je de map aan waar gezocht moet worden naar dubbele bestanden. Dit is het resultaat. Hier zie je de originele bestanden. En hier zie je onder andere het aantal dubbele bestanden. Als je op een bestand dubbelklikt, zie je in welke map de gevonden dubbele exemplaren zich bevinden. Via charts kun je op verschillende manieren de resultaten in beeld brengen. Bijvoorbeeld per aanmaakdatum. Hier kun je het type grafiek wijzigen. Via actions kun je aangeven wat er moet gebeuren met dubbele bestanden. Je kunt ze bijvoorbeeld laten verwijderen. Dit geldt nu alleen voor het geselecteerde bestand. Als je de actie wilt laten uitvoeren, klik je op Execute. In het geopende venster laat je op deze manier de dubbele bestanden verwijderen. Je kunt ook alle dubbele exemplaren naar een bepaalde map laten verplaatsen. Hier geef je de map op. Klik vervolgens weer op Execute. En in het venster dat wordt geopend, voer je de actie uiteindelijk uit. Je ziet dat de dubbele bestanden in deze map zijn terechtgekomen. En tot slot, hier vind je allerlei opties voor het programma. Je vindt hier bijvoorbeeld allerlei handige sneltoetsen. Zoals gezegd is in deze how-to maar een klein deel van de mogelijkheden aan bod gekomen. Er is nog genoeg om zelf te ontdekken. Maar tot zover dus deze how-to over DubScout.